mensen in Armenië hebben het echt heel zwaar. Wat kan je eraan doen? Lucine die heeft wat bedacht. Die kookt voor het goede doel. We koken heerlijke Armeense soep. Dat is linzensoep. We hebben een heerlijke bladerdeeg met spinazie en feta. En dat is voor goede doel. Voor Armeense volk in Armenië, die hebben nu ontzettend moeilijk met oorlogssituatie, met situatie waar er zijn geen scholen meer, er zijn vluchtelingen. De bedoeling is dat ik kook en vertel mensen dat je Armeense keuken is heerlijk, lekker, warm en dan kan je met mensen delen in je buurt. En mensen willen heel graag proeven. Voelen wat voor andere smaken bestaan en daarmee we ondersteunen andere mensen. Ja, want als ik stel je voor een pannetje soep bij jou bestel, dan betaal ik daar een bedrag voor. Klopt, daar ik heb besloten om zo'n bedrag van 5 euro te vragen. En we hebben een prachtige kop soep met iets erbij. En de bedrag gaat naar armeensefonds.nl. Dat kan ook mensen zelf rechtstreeks doneren. Kan ook bij mij en er zijn veel mogelijkheden. Ja, vooral de rijst die wil ik. Dus daar kan ik wel leren hoe dat kan met een heerlijke rijst. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar wat hebben mensen daar allemaal nodig? Eerlijk gezegd, tijdens oorlog en na oorlog, je hebt behoefte van alles. Dus als je mensen hebben geen huizen meer, als je mensen hebben geen plek om te veilig naar school te gaan. Dus de huizen zijn vernietigd. Dus eigenlijk alles, alles heb je nodig om alles op te bouwen. Dus ontzettend veel. Ik hoor best wel een bepaalde emotie in jouw stem. Wat doet het met je? Emotie is ontzettend sterk bij mij op dit moment. Want mensen die in nood zijn, mensen die hebben ongevraagd, we hebben niet van oorlog gevraagd. Dus dat krijg ik gewoon als een verrassing. En dat geeft je ontzettend veel pijn, verdriet. Want je kan van afstand niet veel helpen en niet veel doen. Waar komt jouw liefde voor koken vandaan? Ik denk van jongs af heb ik van mijn moeder en mijn vader geleerd. En uiteindelijk later ontwikkeld. Dus liefde van koken, denk ik, is typisch Armeens. Want met koken, je nodigt ontzettend veel mensen uit. Je vrienden, je familie, je bekenden en ook onbekenden. Dus eigenlijk iedereen is welkom aan tafel. En je probeert zoveel mogelijk te koken, want je weet maar nooit wie zijn gasten. Hoe kunnen mensen het eten bestellen? Er bestaat een e-mailadres. Mensen kunnen mij een e-mailtje sturen. En e-mail is goededoelkoken@gmail.com. Kunnen naam achterlaten met aantal porties en telefoonnummer achter. En dan bereik ik het en dan vertel ik het wanneer hoe.